Nou jongens, welkom bij een gloednieuwe video. We gaan vandaag weer op OmiTV. Even voor een video, je weet het, is lang geleden. Ja, we zijn terug met dit soort shit, man. We moeten even 3 video's per week pushen. Ik ben heel erg gemotiveerd, dus vergeet natuurlijk niet om te liken en te abonneren. Comment of je dit vaker wilt. Druk op het belletje. Zoals ik op in de vorige video zei, belletje aanzetten, opnieuw uitzetten en weer aanzetten, zodat ze weer gaan werken, snap je soms? Je krijgt die melding niet, dus we gaan dan boven of beneden, ik weet niet waar het precies is, maar druk daar even op en ja man, we gaan van start man. We zijn vandaag met een gast, hij heet Lokos Turkos, hij is een behaarde Turk met mooie wenkbrauwen en een mooie snor. Dat wil ik even natuurlijk bij informatie melden. We gaan beginnen, en zo naar, je weet toch, en volg me op Insta, want daar kan je mijn Discord vinden of community, weet ik veel. Ik praat te veel, we gaan beginnen. Ja. Oh, zag de Gucci pet, is sowieso originaal uit Turkije. Hey! Hisham! Yo! Wat doe je, broer? Echt serieus, wat doe jij? Wat vrouw? Je ziet toch snor en baard? Wat vrouw? Geef eens kusje. Broer, dit is snor en baard. Waar zie jij vrouw? Als dat ding nog niet is ingeladen, gek. Ja, waarom zeg je dan vrouw? Daar kijk ik toch niet naar, joh. Wat? Oh, you are from Turkey. I see Turkse reclame. Ik ben van Nederland. Wat heb je dan achter je? Ik zie Turkse reclame, man. Bakalimotu. Is Turks, man, broer. Nee, man. Kijk die brood en zo, man. Even serieus. Is toch Turks, man? Nee, man. Wat is die stoel? Zola is een gekke stoel, man. Ja, hola. Diablo. Zit je erop? Nee, ik sta erop. Zeg, als je wil, ik laat je zitten. Als je wil, ik laat je zitten. Wat een zure hoofd, ja. Vrij komt uit België, man. Hey jongens! Choep choep! Denk eens trein! Oh mijn god. Zijn jullie dronken? Zijn jullie dronken? Ik trek aan je haar, hè? Wallah, 2 chappies zitten in 1 kamer. Gaan jullie elkaar de rest nog zelf invullen, man? Nee, we zijn met drie. Drie man. Oh, oei! Oh mijn god. Dat je mijn ogen dit gewoon aandoet is gewoon haram, broer, man. Hij heeft extra lange haren omdat je daardoor gewoon kan trekken ofzo, volgens mij. Hè. Hij gaat nog meer naar beneden, ga naar boven, Jwimpy. Oh ja, en ik wil even mededelen. Alle personen die ik hierin beschouw is gewoon voor de content. Niet denken van Fato haat deze volk, Fato haat hem, dit, dat. En wat Fato? En wat Hisham? Jij lijkt meer op je Jantje, wat Hisham? Waarom heb je mondkapje op? Weet je wat je lijkt? Lokos de kont, zegt iemand. I know. Ze willen wat willen ze zeggen? Waarom zijn jullie opeens stil? Nee, niks. Hoe oud zijn jullie? Raden. 12? Nee. 13? Nee. 11? Nee. 14? 15? Nee. 16? Ja, maar, ik ben 15. Ik ben 16. Maar waarom zijn jullie opeens stil? Ja. Leuk, toevallig, ik ben ook 16. Is toch droog? Zeg. Ik ben ook 16, man. Zeg, wat een toeval is dat? Weet je zeker dat je niet 19 bent? Nee, ik ben 16, man. Ik ben in Turkije ben ik 19, maar in Nederland ben ik 16. Wat een mooie kast, die heb ik ook thuis. Ik wacht maar tot je 18 bent, kunnen we trouwen. Oh, yeah. Waarom lach je? Hè? Ik heb slappe lach. Kijk, er zit een schaap in mijn oor te fluisteren, snap je? En ik moet zeggen wat hij zegt, zeg maar. Oh, hallo schaap. Hé, hey, wat schaap, praat. Zeg, ben ik lelijk of niet? Broer, schaap, zeg normale dingen. Kunnen jullie één iemand voor mij uitschelden? Hé, hey, kan niet, man. Hé, hey, biep. Eén keer, alsjeblieft. Kunnen jullie hem één keer uitschelden als ik zijn naam geef? Want hij zegt hele gekke dingen wat ik niet kan zeggen. Hij heet Lokos Turkos. Scheld. Lokos Turkos heet hij. Lokos Turkos? Wat is dat voor naam? Wat is dat voor naam? Je hoort, hè? Abe gaat toch boos. Wie is Abe? Die schaap. Oh nee, hij wordt niet boos. Hij is echt een lieve jongen. Hij is echt een lieve jongen. Maar hij zegt soms dingen wat niet kan. Dus ik vind dat je daar eigenlijk... Eigen wereldje. Maar Fato, zeg gewoon wat jij denkt. Zeg Abe de Melazemonder. Abe de Melazemonder, zegt hij. Denk ik, weet wat... Ik ben niet Turk. Wat ben je dan? We zijn Marokkaans-Syrisch. Ik ook toevallig. Je ligt zo hard. Hij, was Sabi. Die zag gewoon die uitspraak van die ding. Ik heb stress op die meisjes. Ik heb stress op die meisjes. Ik heb stress op die meisjes.
kaart als je geld niet uitdoet. Waarom zeg je tegen mensen dat je 16 bent, bro? Hé, zijn ayamen altijd alderen, hè? Valla, zijn ayamen altijd alderen, man. Ik vind het echt niet normaal, man. Hey, fuck, dat kan toch niet? Hé, hou je bek dicht, vriend. Joshua, weet je wat jij moet doen? Kijk, rechtsonder moet je ondertiteling zetten. Wanneer Loco zegt, zeg dat je 16 bent, bijvoorbeeld. Zodat ze kunnen zien wat voor een flikker Loco is. Joshua, als jij dat doet, ik zoek je op. Ik stop mijn telefoon in je kont en laat je afgaan als vibrator. Ik zweer, Joshua doet dat wallike. Voor ik stop hem, ik bel 10 keer of zo dat hij als vibrator in je kont af. Wee, yo man broer, dit kan echt niet man. Hoi. Waarom? Maar waarom? Zag je Wait a minute. Who are you? Iedereen maakt het anders. Rek de koe. Bro, mensen echt verdwaald. Deze heeft muziek aan, slaapt en zit op Omi TV. En wat Japan? Are you from Bangladesh or Japan? Turkije, man. Turkije, man. Are you from Bangladesh? Are you from Turkey? I know one word in Turkish. You want to hear that? You are a yaushak. Hoi. Hoe gaat het? Zo groot is jouw moeder. Slecht. Ik heb zeg maar iemand die een vriendin zoekt, alleen hij zoekt 40 of 30 plus. Hebben jullie misschien een moeder voor hem? Oh my god. Broer, ik moet toch iets zeggen? Hoi, is dit gala of zo? Iedereen maakt het anders. Wat? Iedereen maakt het anders? Bro, waarom skippen ze je? Omdat je lelijk bent of zo, man. Bro, ze horen jouw stem zelfs door die kaulo headset, daarom. Echt, man, bro. Je bent gewoon. Ze worden een baardenturk. Oh, are you Gibby? Jammer, man, hij heeft me geskipt. Dat is Gibby skipt me, man. Zij, ik hoorde die niet, zeg eens nog een keer. Ik DM, hij DM't mij altijd. Walla, waarom DM't hij jou? Ik zeg, wanneer ga je streamen? Hij zegt altijd die tijd en zo. Walla? Zegt u ook wanneer die moet poepen en zo? Zeg! Ik geef jou 10 euro als je raadt precies hoeveel abonnees ik heb. Als je raadt precies hoeveel abonnees ik heb, geef ik jou 10 euro. Maar niet kijken naar het. Niet kijken, je moet gelijk zeggen. 81.000. Nee man. Hoeveel dan? 61 man. Nee grapje, 79. Zeg, als jij nu promoot, halen we de 81. Als jij nu promoot, halen we de 81. Jij bent grote jongen toch, snap je? Maar zeg bro, je bent wel lelijk man, eerlijk gezegd. Kijk, eerlijk gezegd, je bent wel lelijk. Waar is die Locals guy dan? Lucas, hoor je dat? Jullie zijn allebei. Hij heeft niet snorgroei, man. Hij zegt, je hebt niet eens snor. Hij zegt, jouw baardgroei, ik heb zelfs meer op mijn kont dan op jouw baard, zegt hij. Maar hij moet naar zijn eigen vader kijken, man. Ja, zeg, nu ben je stil, hè, Shishko. I know, hij zegt, nu ben je stil, hè, Shishko. Zijn moeder is zeker, Shishko. Hey, bro. Wacht, ik doe even een microfoon speciaal voor jou, even naar de microfoon. Ik hoor hem. Oh, die schaap wil nog iets tegen jullie zeggen. Zeg. Wat zeg? Mag ik wat vragen? Zeg, mag wat vragen. Mag ik wat vragen? Mag dat? Mag wat vragen? Mag ik wat vragen? Is het je snap? Wat is je snap? Nee. Dat ga ik geen vragen. Niet respectvol. Zeg, eigenlijk wou ik je snap dan. Nee, zeg. Jij zou alles zeggen, bro. Eigenlijk vraag ik wel je snap. Wat is je snap? Oké, zeg, kom steenpapierschaar. Als ik win, krijg ik mijn. Oké, steenpapierschaar. Als ik win, mag ik je snap. Als ik verlies, mag je mijn Insta. Ik heb snap veilig. Oh, niet op je. Jammer, man. Schaap vindt niet leuk. Hij wil jouw snap. Zeg. Nee, wat schaap? Zeg, ik wil jouw snap. Ik wil jouw snap. Zeg, schaap wil niet. Schaap wil niet meer. Hij zegt... Wat? Bro, oh joh, okay, gamer! Zeg gelijk tegen haar, je moeder. Zeg, hoe weet je dat? Dat ik jou volg op YouTube. Zo, hoe ken je mij? En hoe weet jij? Deze ken ik. Hoe ken je mij? Via allemaal andere mensen op Discord. Oh, hoe oud ben je? 18. Oh, ik heb iemand die jou snap wilt, hij vraagt aan mij. Bro, nee, wallah, luister, laat me even. Waarom? Ja, gewoon niet, waarom wel? Nee, zeg, als ik vraag dan. Jij ken en als ik vraag? Ken je Mozaap? I know! Oké, wat vind je van Moussa? Wat voor persoon is dat? Toen is hij juist meegegaan, maar nu niet meer. Wat heeft hij gedaan dan? Mij uitgescholden. Waarom heeft hij jou uitgescholden? Nee. Ja, het is een Marokkaan, spreekt voor zich eigenlijk. Maar hij is toch geen kleine kind? Waarom zou hij zo iemand uitschatten? Ik snap dat niet. Maar wat heeft hij gezegd dan? Wat voor woorden heeft hij gebruikt? Ja, met I know, man. Maar ja, hij doet nu wel aardig tegen mij. Dus... Ja, doet hij nou echt lief? Is die nou jouw hondje? Wat is die dan? Is die jouw poes? Nee.
Hij is wel aardig tegen mij, gewoon normaal. Maar wat heeft hij gedaan dat hij zeg maar goed heeft gemaakt? Ik heb sorry gezegd en hij zei ook sorry. Waarom zeg jij sorry? Hij zit toch fout? Ja, maar ik schoot hem ook. Hoe je hem uitgebeeld? I know. Heb je hem uitgeschold? Dat zou ik niet van zo'n persoon wachten, man. Ik ben boos, ja, wat moet ik dan doen? Ja, ik heb wel gehoord van Mozab, hij is ook sugar mommy. Dat is cap. Nee. Dat zegt Moza. Oh, je zit met hem in call. Nu. Nee, hij zei dat altijd. Wanneer hij met mij in call zat. Ik ken hem ook best goed, maar ik heb ook wel eens ruzie met hem gehad. Ik heb laatst ook ruzie gemaakt. Hij maakte grapjes weer over andere meisjes, et cetera. Brok, ik let op. Nu moet je opfokken tussen hem en haar en Moza. Let op. Zeg Moza. Oh, hij is call gejoined. Hey Moza, wil je nog wat zeggen tegen haar? I know. No. Oh, yo, Moesap. Hey, hola, dit zit verwacht. Moesap. Moesap, ik zei jouw naam, ze was instant Lusu. Ik weet. Jij hebt haar gedamd, hè? Ja, ik vind het zeer leuk. Gewoon fantastisch. Moesap, waarom zeg je dat je haar leuk vindt, man, bro? Ik begrijp me niet. Je zegt 100 keer, ik vind haar leuk, knappe meisje, bro, man. Hey, wat zemmer, ben je er weer? Ik heb het zemmer. Bro, jouw Marokkaanse accent en dan dat je Marokkaans praat, echt grappig. Praat ze nog een keer. Maar je moet even iemand voor mij beschouwen dan. Hij heet Moesap, zeg even. Heel voorkant. Ik zeg tegen jou, je moet Moza beschouwen. Jij zegt Furkan. Wie is Moza? Ik zeg toch ook niet tegen jou Lokos? Ik zeg toch ook niet tegen jou Lokos? Ik moet Moza voor u beschouwen. Voor u? Denk ik bij jouw vader of zo? Je praat met u tegen mij, man. Oh, is Belgisch. Jouw broeder, dat is Belgisch. Ik ben daar toch mee opgegroeid, kievers. Ga niet schreeuwen tegen me, man. Waarom schreeuw je? Ik hoor jou, hè. Als je nog één keer schreeuwt, hè. Bro, ga over wat anders praten opeens. Het is die hele onderdeel. Hé, maar hoeveel ex heb je gehad? Acht? Acht. Ik kan met twee handen tellen, man. Wat is dat, man? En dan gaan we weer terug naar die onderwerp van. Maar kom je nou uit Marokko of Turkije? Wat? Ik kom uit Marokko. Afghanistan? Ja, Syrië. Oh, ben je vluchteling? Ja, broer. Dat switchen voor de hele tijd aan mijn campagnes. Oh, ga je naar Marokko op vakantie? Inshallah, als God dat wil. Je bedoelt Turkije? Ja, die land, ja. Afghanistan? Ja, broer. Die met die schapen. Oh, je woont in België! Ja, broer. Ik wist niet, man. Ik zag later pas, man. Dat is toch typisch? Is die ketting nep of echt? Hoe lacht er iets? Uit Turkije? Nee. Uit Marokko? Nee. China. Je hebt sowieso gestolen, hè, broer? AliExpress. Ik merk het al, je hebt niet gestolen, dan is het sowieso gratis. Je lijkt op mijn bicep, alleen zonder spieren. Oh, joh. Wat is dat, broer? Zelfs mijn kip heeft meer spieren, broer. Oh, wat is dat? Niks, man. Doe eens nog één keer, broer. Bro, als ik gewoon een lineaal daarnaast zet, is gewoon één lijn, hè. Oh, weet je wie jij ook lijkt? Op Selma Omari. Ja. Ja, man. Oh, dat moest je echt niet doen, man. Oh, mijn god. Dat moest je echt niet doen, man. I know, Moza. Boys, I know. Zien jullie dit? Moza, hoor je dit? Wat moet ik zeggen? Zegt ook, je maakt echt nice video's. Zegt ook, je nice video's. Laat niet zo, toch? Zeg, hij zegt, zeg, Moza, zeg, je bent knap. Hola. Hi, mate. Bro, what the fuck gebeurt hier, man? Bro, ik weet niet wat dat was, maar... klonk niet goed. klonk zeker niet goed. Hoi. Hi. Hoe gaat het? Goed, hoor, met jou? Ook goed. Wat doe je? En welk spel? Minecraft. Yes. Iedereen heeft Minecraft, ik begrijp het niet. Minecraft? Minecraft. Ben je goed? Zeg, ben je gothic? Nee. Wat dan? Emo. Wat is het verschil? Ik zeg, ik ben ook emo. Zeg maar, het is allebei kledingstijl gebaseerd op muziekstijl, maar zeg maar andere muziek en andere kleding. Zeg, ik heb ook dagen dat ik emo ben. Ik ben ook dagen dat ik emo ben, maar ik draag niet zo'n kleding. Ja, jij bedoelt waarschijnlijk gewoon emotioneel. Ja. Ja, nee, dat... Ik voel me eigenlijk niet goed vandaag. Zeg, ik ben emo. Ik voel me echt emo. Zeg, snij je zelf op, of niet? What the fuck? Zeg, snij jij jezelf ook of niet? Emo snijdt. Kijk, als ik soms emotioneel ben, dan snij ik zeg maar mijn polsen. Doe jij dat ook? Papjas. Is echt zo! Kijk, ik heb hier ook gewoon, kijk dit bijvoorbeeld. Zie dit? Dit is als ik zeg maar echt emotioneel ben, dan doe ik mezelf dit soort dingen aan. Okay. Oh, staat hij er nog steeds? Doe je dat ook? Alsjeblieft, hier. Oh, dat is niet zo goed. Oh. Maar...
kom er een achter. Maar met wat doe je dat? Ik heb zeg maar ook iets nieuws nodig daarvoor. Zeg maar met handen slaan elke keer. Ik heb zeg maar iets moois nodig. Wat gebruik jij? Kijk, je koopt een puntenslijper. Ja? Ja. Je draait het schroefje eraf. En dan pak je een busje. Of gewoon met een scheermes, wat ik wil. Hey, volgens mij mag dit niet eens. Dat is wel next level, man. Pak Sam, bro. Hij mag echt stikken. Kan je hem uitschelden? Kan je Sam één keer uitschelden voor mij? Nee, maar hij zit niet in de kal. Maakt het niet uit. Ik wil dat je dit even zegt. Zeg trouwens, ben je een jongen? Sam, je mag de types krijgen. Nou, ja zeg. Ben je eigenlijk een jongen of een meisje? Ik ben non-binair. Wat is het verschil? Wat is niet het verschil? Is dat een oprechte vraag? Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat het is. Wat is het dan? Wat is het verschil? Het verschil is letterlijk... Non-binaire mensen voelen zich geen jongen of geen meisje. Dus een alien? Dus je bent gewoon niks. Of niks? Lach me dood. Sam is gestopt met praten. Oh. Ik weet echt niet wat het is. Dus je bent geen jongen en geen meisje. Aha. Maar wat heb je dan daar beneden? Geld. Allebei. Of allebei? Nee, dat is androgyn. Ik ben geen androgyn. Wat is androgyn? Dat je allebei bent.